Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout. Ja, daar zijn we weer. Interland weekend achter de rug. Maar wij gaan gewoon vrolijk door met praten over Sparta. En dat doen we met de man die in totaal 272 wedstrijden speelde in zijn carrière. 127 daarvan voor Sparta. Hij scoorde maar liefst 11 doelpunten. En ook de naamdrager van een eigen gebakje, het Nieuwendaaltje. Oftewel, Steve Nieuwendaal. Ja, dankjewel. Ga ik jou al meteen corrigeren. Want dit komt van je eigen LinkedIn-pagina. Ja, maar heb je niet goed gelezen. We hebben een partnership met de keukenkampioendivisie afgesloten. En dat zijn het aantal wedstrijden in de keukenkampioendivisie. Daar komen er nog... Ja, net alsof je heel veel Europese wedstrijden hebt gespeeld. Daar komen er nog 49 bij van Willem II in de Eredivisie. Dus ook we zitten boven de 300. Ja. Zo. Maar ja. Ook nog wat gele kaarten, maar die hebben ja, even kijken, 53. Ja, in de eerste divisie. Ja, en vier keer rood en je zegt ze waren allemaal terecht. In de eerste divisie. Ja, achteraf is alles terecht. Ja. Hoe is het? Ja, gaat goed. Ja? Je bent niet echt veranderd? Nee, de haren zijn niet gaan groeien in één keer. Dus dat is gebleven en ik probeer ook nog wel een beetje fit te blijven. Dus wat dat betreft, ik denk dat er weinig gaat veranderen door de jaren heen, hooguit wat rimpels. En je volgt Sparta nog steeds? Ja, voor zover ik dat kan zeker. Probeer af en toe ook nog wel een wedstrijdje mee te pakken. Ik heb nu wat meer contact bij Sparta aan de kantoorkant natuurlijk dan aan de voetbalkant. Maar wel, ik probeer wel altijd even te kijken wat ze gemaakt hebben en even de doelpunten in de samenvatting te kijken. Ja. Als jullie aan Steve Nieuwendaal denken in zijn tijd bij Sparta, waar denken jullie dan aan? Ja, daar kan hij niks aan doen, maar dat waren wel de Dark Ages. Ja, nee, maar hartelijk welkom, Steve. Nee, maar hij heeft zijn shirts meegenomen, wat ik echt waanzinnig vind. En ik zie twee donkere van Robai die ik mooi vind. Ja. Maar dit staat voor mij symbool, dit shirt. Laat even zien, Ruud. Van, ja, toen ging ik niet zo best. Het is voor de mensen die nu aan het luisteren zijn, dat doen ook heel veel mensen. Het is een shirt met Europroducts erop als hoofdsponsor, en maar een eigen merk. Als kledingmerk. Dit staat voor mij symbool als toen ging het niet zo goed met ons. Nee, je ziet ook, er is dat nieuwsbericht op onze eigen site van jouw komst. En daarin staat Steve Nieuwendaal, Sydney Smelts en Gijs Luierink versterken Sparta. Ja, dat is toch een nieuwsbericht waar je, even los van jou, waar je nooit meer op hoopt, toch? Nee, maar kijk, jij bent mega populair geworden, hè, omdat je gewoon keihard werkt op het middenveld. En dat is zeer gewaardeerd door de Sparta supporters. Je was alleen op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Had jij dat nu gedaan, had je nu 23 geweest, bij wijze van spreken, dan had jouw voetbalcarrière er denk ik heel anders uitgezien. Maar daar kan jij niks aan doen. Nee, maar deels heb je daar gelijk in. Van de andere kant, ik denk dat dat ook de enige reden was dat uiteindelijk Sparta bij mij uitkwam toen. Want ik speelde natuurlijk bij Den Bosch. Sparta was gedegradeerd, gingen de ploeg opnieuw opbouwen. En William Vloed was technisch directeur geworden en die nam hoofdscout Wim van der Horst mee. Nou, Wim van der Horst die zocht een verdedigende middenvelder, of in ieder geval Sparta. En volgens mij was ik daarin zelfs derde of vierde keus. Uiteindelijk toch bij Sparta terechtgekomen, contractje getekend, maar niet voor bij de eerste elf. Ja, en uiteindelijk na een half jaar eigenlijk mijn contract al verlengd en opengebroken en mega gewaardeerd binnen de club. Ja. Dus zo kan het ook lopen. Om even terug te komen op hoe jij opent. Nee, absoluut. Het waren verschrikkelijke jaren. En achteraf is het natuurlijk allemaal hartstikke mooi om meegemaakt te hebben. Dat is ook zo. Alleen als jij in die tunnel zit, dat je wilt presteren, je wilt met Sparta naar de Eredivisie. Ja, en je loopt tegen dat soort dompers aan, dat je zelfs op de verjaardag thuis van Telstar verliest. Weet je wel, ja, dan word je daar niet heel vrolijk van, nee. En het shirt wat jij net andere shirt wat je nog hebt liggen van Robai. Ja, je refereerde er voor het gesprek al aan, maar dat is dus inderdaad het shirt waarmee we verloren uit bij Roda. Ja, dat is ook is het de grootste teleurstelling. Dijkman shirt. Nou ja, ik noem dat meer de Pellatswedstrijd. Hey, gaan we er wel een beetje een leuke podcast van maken, jongens? Laten we even, voordat je die tune start. In zijn eerste jaar bij Sparta in de eerste divisie werd hij gewoon tweede met de ploeg. En daarna derde. En daarna opgeschreven. Daarna 16e. Dus het was niet alleen maar... Hè, als we toen twee ploegen zouden promoveren, had Sparta toen al gepromoveerd. Dus het was niet alleen maar ellende. Maar het beeld wat je hebt, zeker bij dit shirt... Ja, daar ben ik een beetje verdrietig van eigenlijk. Ja, helemaal waar. Ja. En uiteindelijk het eerste seizoen werd je tweede achter Zwolle. En het was het Zwolle van Arne Slot. Dus dat was op dat moment geen schande. Maar we hadden ook meer gehoopt natuurlijk. Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren. Daar gaan we straks allemaal over hebben. Ik ben eerst gewoon benieuwd hoe jullie nou zo'n interlandperiode doorkomen. Is het afzien als supporter, Anton, of niet? Weet je wel. Ik kwam Ad Borstlap tegen in de stad. Weet je wel, de oude voorzitter van de supportersvereniging. Die vertelde over de mensen die naar AZ uitgaan met de bus. En toen kreeg ik het idee dat die mensen op een soort van... eendaagse stedentrip naar Londen gaan of zo'n dagtripje naar Barcelona. Die gaan totaal zorgeloos, stappen ze in die bus. Die zijn echt aan het genieten. Dat is een hele gekke gewaarwording. Dus als het even stil ligt, dan is het even wennen.
En dan ga je ook die spelers volgen en dan zie je dat Saito 2 assists geeft met jong Japan. Als ze winnen met 6-0 van Pakistan onder de 23. En ja, Bakari, ik heb de livestream bekeken. Bakari die speelt 1-1 met de Comoren tegen Zambia. Word je dan een beetje, zijn dat al de dingetjes waar je aan vast kan houden? Denzel Dumfries natuurlijk. Volgens mij schijnen we ook nog geoefend te hebben zelf tegen Jong Congo. Of wat is het? Ja, dat is nog helemaal van vorige week, voor het weekend. Weer lang geleden, hè? Nou, hè? Maar ja, dan kan je donderdagavond naar Nederland-Griekenland kijken. Of op zondagavond, of allebei, naar Ierland-Nederland. Ja, maar die laat ik dan wel even aan me voorbij gaan. Dat boeit me gewoon niet. Nee? Maar, vond dit wel een belangrijke wedstrijd. Ik heb ze wel belangrijk zijn, maar toch boeit het me niet. Nee? Het was hartstikke lekker weer. Dan zit ik toch al gewoon te barbecue in de tuin. Oh, nee, ik niet. Ja, maar jongens, laten we ook gewoon even genieten van Denzel Dumfries, hè? Ja. De rechtsback die hier op het kasteel liep en die vanaf de Spartaan kwam die, geloof ik, als ik het goed heb. Barendrecht. Nou, net naar jouw tijd, hè, denk ik. Jawel, ik speelde met hem, ik kwam terug van mijn blessure en ik speelde in de tweede. En toen werd ik voor het eerst centraal achterin gezet naast Alex Pastoor. En toen stond Denzel Dumfries naast me, wist ik veel. Ja, na een kwartier, Martin Thorsby stond in tweede linksbuiten bij Heerenveen. Ja, die heeft gewoon opgegeven. Die werd aan alle kanten voorbij gelopen. Ja, geweldig om te zien. En een rechtsback die de meeste assists heeft in de EK-kwalificatiecampagne. Ja, bizar. Maar had je toen al gezien dat het een grote speler zou kunnen worden? Nee. Nou ja, hij had wel de basisvoorwaarden qua mentaliteit en fysiek. Maar ja, er stuit het ook nog wel eens een bal van de voet af. En had harde voeten. Ja, laat ik zo zeggen. Niemand stond graag tegen hem. En dat heeft hij gewoon ook op dit niveau. Volgens mij speelt niemand graag tegen hem. En hij loopt ze gewoon helemaal... Zuur voor de ogen. Hij is echt een voorbeeld van hoe je een carrière plant. Hè? Sparta, Heerenveen, PSV, Inter Milan. Ja. Dat is prachtig. En dat had niemand gedacht toen hij op het kasteel in het rood-witte rondliep. Dat zijn pad zou worden. Nee, prachtig. En dan is het heel erg mooi dat hij zegt, ik kom weer terug bij Sparta. Want dat heeft hij natuurlijk daar ben jij gevoelig voor. Vind ik echt mooi. Dat de speler afloop laat weten dat hij het fijn vond. Ja, gaat nooit gebeuren, weet ik zeker. Maar maakt niet uit. Veel spelers zeggen het. Nee, joh, Wijnaldum had toch ook ooit gezegd dat hij misschien wel terug zou keren naar Sparta. Ja, maar die kon naar een land... Nou ja, net als Vito van Krooi. En ja, de, komt ook terug. Die komt ook misschien ooit wel terug. Nee, die is natuurlijk naar Alweda gegaan. En er stond een artikel in een krant. Hij stuurde het door, wat was het? Ja. Volkskrant trouw. Volkskrant volgens mij. Ja, precies. Ja. En daarin stond dat het de eerste speler was die vanuit Nederland werd verkocht aan de nieuwe markt. Zoals Gerard Nijkamp het noemde. En Nijkamp zei, dat maakt ons als Sparta trots. Dat wij de eerste Nederlandse club zijn die een speler verkopen aan een club uit Saoedi-Arabië. Hebben jullie dat trots gevoel ook? Nou, dit is het moment dat Nijkamp even van zijn fiets moet gaan stappen. Want hier gleed hij echt uit, vond ik. Vind ik echt een hele vreemde uitspraak. Als je kijkt naar de misstand naar Saoedi-Arabië, dat is echt heel heftig. Ik heb ze net vanmorgen nog allemaal op een rij gezet. Dat is echt niet oké. Okay. Dus je bent heel veel uitspraken moet je niet doen. We zijn niet trots op zo'n deal met een land waar je echt vraagtekens over het regime kunt zetten. Moet je gewoon niet zeggen. Ja, maar die discussie die ik met je deel, sta aan jouw kant daarin. Maar de voetbalwereld is daar al lang overheen gestapt, hoor. Ja, maar waarom moeten wij dat dan ook doen? Omdat wij een onderdeel zijn, niet wij, maar de Sparta een onderdeel van de voetbalwereld is. Kijk, ik denk dat Nijkamp gebeld is, die heeft daar niet over nagedacht. Ik hoop dat het geen Sparta-beleid is dat we trots zijn op deals met Saoedi-Arabië. Maar stel, je kan Vito van Krooi, ik weet niet, hè, dat het gerucht gaat dat hij voor 3 miljoen is verkocht. Lijkt me sterk, maar goed, stel dat zo is. Zou je dan als supporter ook niet liever willen dat je 3 miljoen van een club uit Saoedi-Arabië krijgt dan bij wijze van spreken 3 ton van een club uit de Tweede Bundesliga? Nou ja... Er zit toch gewoon een heel groot gat tussen zeggen dat je ergens heel trots op bent en het geld vangen. Ik vind het gewoon een gekke uitspraak. Dus eigenlijk had hij moeten zeggen, joh, we hebben hem verkocht aan een club uit Saoedi-Arabië. We zijn er niet trots op, maar we hebben er wel gruwelijk veel geld voor gekregen. Nou, dat zou lekker zijn. Ja. Ja? Gewoon zo. Okay. Maar sowieso, waarom weten we niet hoeveel geld dat is opgeleverd? Want al die bedragen van de Saoedi-Arabische transfers zijn bekend. Er stond naast het artikel een hele lange lijst met spelers. Er stonden allemaal bedragen bij. Ja, maar dat zijn niet door clubs bekendgemaakt. Dat zijn allemaal aannames van journalisten. Zou jij ooit naar de Zandbak gaan als je nog voetballer was geweest? En je kon daar heel veel geld verdienen? Nee, voor mij... Nee. Ik, en dat klinkt heel naïef misschien, maar ik heb daar niks te zoeken. En dat bedoel ik mee. Ik vind het prima hier in Nederland zoals alles geregeld is. Prima naar mijn zin gehad. Als ik ooit naar het buitenland had willen gaan... Dan was dat na Sparta geweest. Nou, toen speelden andere dingen een rol in de privésituatie. Maar dan was ik liever naar een Scandinavië, naar een Engeland lagere divisie, Duitsland lagere divisie. Gewoon om dat te ervaren, die mentaliteit, die passie. Ja, en geld is voor mij in mijn carrière nooit een drijfveer geweest. Omdat ik toch al redelijk snel door had dat ik na mijn carrière toch zou gaan werken. Ja, maar jij komt uit een gezin, je hebt een vrouw. Ja. En misschien zeg ik daarbij wel wat lelijks over andere voetballers, maar... Jij hebt ze wel op een rijtje. Nou ja, dat is kort door de bocht, maar ik snap wat je zegt. En dat is inderdaad ook wel een verschil. En ik snap voor iedereen de keuze om wel of niet te gaan. En wat mij betreft is iedereen daar vrij in. En daar bedoel ik mee,
Als jij je financieel onafhankelijk kan spelen en je hebt geen opleiding, je zit vanaf een negende in een voetbalopleiding, je hebt verder geen idee wat je met je leven gaat doen, heb ik er alle begrip voor. En vaak zijn het ook nog jongens die misschien ook nog wel een familie moeten onderhouden of mensen die daaraan vasthangen. Dus dat begrijp ik. Gebeuren daar dingen die niet kunnen, die het licht niet kunnen zien? Dat denk ik wel, weet ik niet, ben er zelf nooit geweest. Alleen, ja, ik vind ook wel dat er ook wel begrip mag zijn voor de sporter die heel zijn of haar leven, vooral zijn leven, in het teken heeft gesteld van de sport. Ja, en zich daar dan kan belonen, als het ware. Ja, maar, dan snap ik dat. Maar jij zit bij de VVCS ook. Ja. En dan komt er weer eentje bij. Een speler zegt, ik heb een prachtig contract getekend in de tweede divisie in Bulgarije. Ja. Dan springen bij jou toch de tranen in je ogen. Want jij weet, over 2 maanden staat hij weer voor mijn neus. Van, ik krijg mijn geld niet. Ja, en dat is dus de discussie die je altijd zal blijven houden in het voetbal. Ga je voor je laatste kans als voetballer, waarschijnlijk naar Bulgarije of lagere divisie, Bulgarije, Roemenië, noem ze maar op. Landen waarvan je eigenlijk donder op kan zeggen dat je niet betaald gaat krijgen. En dus in een rechtszaak terechtkomt. Of neem je besluit om te stoppen met voetbal en dus de maatschappij in te stappen, wat voor heel veel jongens misschien nog wel een grotere stap is dan naar Bulgarije verhuizen. Ja, volgens mij heb jij nog gespeeld met Paul Gladon. Ja. Ja, ja. Die is volgens mij van Fortuna naar Azerbeidzjan gegaan. Hè? Zo. Ja. Is het Armenië of Azerbeidzjan? Ja, zo. Ja, nou ja, in ieder geval, ja. Die voelde ook als thuiskomen natuurlijk. Ja, nou ja, weet je, als je is echt... daar ook geld te halen blijkbaar. Tuurlijk is daar heel veel geld te halen. Ja. Nemen jullie het iemand kwalijk als iemand dat... Neem het niemand kwalijk. Nee, maar dat bedoel ik. Kijk, uiteindelijk kunnen we allemaal oordelen en veroordelen van afstand. Alleen als jij in die situatie zit en jij kan je daar in één keer financieel afhankelijk spelen, ja, dan snap ik dat. Ja. Dat denk ik ook. Dat is ook wel wat we gezegd hebben over Vito van Krooi. Nou, we snappen die stap wel. Al is het jammer voor hem. Ik had hem graag in Europa gezien. Ik was wel benieuwd hoe ver die was gekomen. Het raakt toch een beetje uit beeld. Maar die jongen die is eind 20, hè? Die heeft het beste jaar van zijn leven achter de rug. Ja. Die moet nu het moment pakken, toch? En ook de vraag, want uiteindelijk staan de clubs dus in Europa ook niet in de rij. En die betalen ook niet die bedragen die daar worden betaald. Dus het enige wat op termijn moet gaan gebeuren is dat er iets van een soort van eerlijke concurrentie komt, ook richting Saudi-Arabië. Kijk, in Europa hebben we volgens mij te maken met financial fair play. Ja, dat hebben we daar volgens mij helemaal niet. Nee. Nou, laat het volgens mij maar weg. Dat hebben we daar gewoon op dit moment niet. Nee, die clubs draaien gewoon op staatsgeld. Hè? Precies. En dat is een hele gekke situatie. Dat is natuurlijk wel een gekke situatie als je het voetbal zo hebt ingericht de afgelopen jaren zoals wij in Europa hebben gedaan. Zijn er nog andere dingen uit de actualiteit die hebben gespeeld bij Sparta waar jullie nog even op terug willen komen? Ik denk bijvoorbeeld aan een competitiewijziging. Ik weet niet hoe belangrijk het is dat je Ajax uit nu van zondag 10 december naar zaterdag 9 december gaat spelen. Is dat een dingetje onder supporters of maakt het niet zo heel veel uit? Nee, behalve dan dat we kans maken daar natuurlijk nu. Ja, je bent favoriet. Favoriet. Ik geloof dat Maurice Stijn nu echt is begonnen met trainen met de spelers die hij allemaal heeft. Die zijn nu na die interlandbreak allemaal aan het terugkomen. Dus dat is wel mooi. Dat is wel eentje om aan uit te kijken. Nou, dat denk ik. Dat platform wat is gelanceerd door Sparta over dat meerijden naar het stadion met elkaar. Heb je dat gezien? Ja, dat heb ik gezien. Ja. Dat is echt een goed idee. Want de verkeerssituatie bij Leg even Sparta. Uit, Anton, voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Nou, kijk, Sparta lanceerde, hoe heette het nou? Slinger. Slinger, ja. Goede naam. Internet Slinger, dat is een internetplatform. Daar kan je op zetten dat je mee wil rijden of plek in je auto hebt. Ja. En dat is gewoon gratis. Hè? Je kunt dan met een Spartaan meerijden als jij uit Budel komt of Dongen of weet ik veel waar. Wat was het nou, Steve? Den Dungen? Den Dungen. Ik woon in Den Dungen en ik kom uit Budel. Dus heb je nog iemand mee laten rijden vandaag? Nee, zeker. Maar jij zegt dat is gewoon gratis. Ik bedoel, dan deel je toch de benzinekosten? Ja, daar kan je dan even over onderhandelen. Maar het is niet zo dat je een taxi wordt. Je bent Spartanen onder elkaar. Dat is natuurlijk een hartstikke goed idee. Hartstikke goed idee. Want er is een soort verkeersinfarct bij Sparta nu het populairder is geworden. En dat hebben jullie natuurlijk bedacht in de tijd met Wout Holverda, die altijd al meereed met supporters. Zo is het. Ja. Heel goed. Nou, ik zat foto's te kijken van jouw tijd, was het echt leeg in het stadion. Dat vergeet je weer, maar het is nu vol. Maar het is ook nog eens een opmerking. Echt leeg. Want in de jaren 80, toen we Europees haalden, was het ook leeg. Dus het is, de populariteit is gewoon van... Maar daarom is het voor mij wel mooi om te zien dat men nog steeds altijd erg kritisch is bij Sparta. Terwijl ik ook weet hoe het ook kan zijn. En dat weet jij gelukkig ook. Dus soms is het ook wel eens goed om te koesteren. En je mag ook wel eens trots zijn dat Maurice Stijn nu trainer is van Ajax. En je mag ook wel eens trots zijn dat er, dat is niet het juiste woord, maar iemand dus getransfereerd wordt. Deals naar Saudi-Arabië. Maar ja, als club trots. Als club, en dat je spelers hebt als Koki, geloof ik, Lauritsen. Ja, weet je, dat is ook gewoon door goed beleid te voeren de afgelopen jaren. De rust is terug in de club, dan krijg je dit soort successen. Ja, maar daar is wel discussie over geweest. Voeren we goed beleid? Vraagteken. Absoluut. Maar daar vind ik heel gek, die discussie, toch? Kijk hoe gezond ze zijn. Door een, een aantal mensen die regelmatig voor een microfoon staan, is die discussie wel gevoerd. Ja, maar dat is niet een olievlek geworden. Nee. Want op de Dennis Neville is er geen discussie of La Ros komt het goed doen of niet. Die doen het hartstikke goed. Sparta is heel erg gezond, volgens mij.
Maar dat komt dus omdat Manfred Leros zat er in mijn tijd natuurlijk ook. En dat is iemand met een financiële achtergrond. Dus die heeft altijd gewoon gekeken naar de cijfertjes. En ja, volgens mij is dat de gezonde basis. Want als jij paniekvoetbal gaat spelen, dan ga je als club eraan. Ja, alleen de ketting had wel doorbroken kunnen worden als de eerder genoemde Vito van Krooij die bal tegen AZ er niet inschiet. Want dan hadden we er gewoon uitgedonderd. Ja. Dat geluk moet je ook een beetje hebben. En dat is dus weer het verschil tussen bedrijfsleven en voetballerij. De kopbal van Ouassar tegen de Graafschap uit, ja, dat is hetzelfde verhaal natuurlijk. Ja. Maar de spannendste transfer is toch de transfer van Laros, denk ik. Als hij bijvoorbeeld naar AZ zou gaan, wat zomaar zou kunnen voorstellen dat hij ergens naartoe rijdt. Zou hij de opvolger kunnen worden van Alex Kroes, denk ik. Zeker weten, ja. En hij heeft natuurlijk een keer gepraat met Den Bosch, toen Den Bosch even heel veel geld had. Leek te hebben, dat was allemaal nep volgens mij, maar oké. Okay. Met Jordanië. Dus hij staat er voor open. En kijk, Laros, we zitten nu op de piek van Sparta, toch, op dit moment. Het gaat niet nog beter. Waarom niet? Ja, wat is dan nog beter? Dat we echt stabiel vierde worden. Als we zolang we nog niet iedere jaar kampioen worden, kan het nog steeds beter. Zou kunnen. Maar we hebben niet de garantie dat we daar blijven staan, toch? Je hebt het zelf ook een incident. In de sport heb je geen enkele garantie. Wat een goede graadmeter is. Ik kan me voorstellen dat AZ belt dat hij er... Kan je zeggen, Steve? Nee, dat een goede graadmeter over het algemeen de begrotingen zijn en de spelersbegrotingen van de clubs. En dan presteer je gewoon boven je kunnen als ik zo bij Sparta kijk. Want dan hoort Utrecht gewoon op plek 4 te staan, standaard. Maar ja, dat is dus ook een voorbeeld dat als je iets minder beleid voert of het valt even niet goed, dat het dus ook de andere kant op gaat. Maar voor mij mag Manfred nog jaren blijven, maar als hij weggaat, niemand is groter dan de club. Dan komt er een nieuwe Manfred. Ja, daar hoop je dan op. Ja. Ja. Hey, Steve, jij luistert die podcast geregeld, hè, dit? Dan weet je ook dat er een Spartaan van de week is, ook al is hij niet gevoetbald. De Spartaan van de week! Ik wil hem eigenlijk bij jou iets breder trekken. Ja, jullie hebben hem niet, denk ik. Hè, van ik heb er wel één, maar... Oh. Nou ja, goed. Dan ga ik eerst naar jullie, want bij Steven wil ik het breder trekken richting het verleden. En dan gaan we lekker doorpraten over jouw tijd bij Sparta. Wat heb jij dan? Martin de Roon. Eerste Interland goal. Ja. En dan, wat ik dan grappig vind, dat hij dan zegt, de jacht op Van Persie is geopend. Ja, dan heb je gevoel voor humor, dan heb je gevoel voor verhoudingen. En goede gozer, altijd prettig mee kunnen samenwerken bij Van Rijnmond met hem. En komt hij nog terug? Heeft hij nooit gezegd, hè? Ja, die heeft daar zo'n mooi leven. Ik ben bij hem thuis geweest in Bergamo toen hij net zijn eerste kindje had gekregen. Kleine Evi, die is denk ik nu ook een jaartje of 4, 5 inmiddels. Ja, het is echt, die heeft daar zo'n mooi leven. Die spreekt vloeiend Italiaans. Die geniet van het leven daar. Dus maar het houdt ook hier op bij Bergamo. Ja, maar dan kan je nog daar wel lekker verder leven. Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat je dan als voetballer daar blijft wonen, denk ik. Oh, ik denk het wel in zijn geval. Ben benieuwd. Hij luistert wel eens, dus misschien dat we nog een berichtje van hem krijgen. Anton, jouw Spartaan van de week? Het was een beetje een Sparta-loze week voor mij. Je hoeft er niet iemand te noemen. Maar Pietje de Vries die ik tegenkwam, dat is mijn Spartaan van de week. Bij het boodschappen doen? Nee, voor de laatste wedstrijd. Voor NSC, voor het hoofdgebouw. Die stond zo te glimmen. Je had het over genieten, Spartanen genieten. We zijn heel goed bezig, je moet trots zijn. Piet de Vries, die natuurlijk landskampioen werd in 59. Het gaat weer goed met hem na corona. Hij was er bijna niet meer. Nou, dat is mijn Spartaan van de week. Okay, heel goed. Hey, Ruud, als jij nu toch de grote baas bent, zorg nou even voor wat schermen. Ja, want die jongens zitten zo in de zon hier. Dus laten we dat even op het zetten. Ik hoor net dat Steve niet bruin genoeg geworden is in Mallorca. Dus dat regelen wij gewoon. Ja, geen zon gezien op Mallorca. Nee. Zo is het. Spartaan van de week is misschien een beetje lastig. Maar ik ben gewoon heel benieuwd aan welke Spartaan, of in jouw geval Spartanen, heb jij nou, bewaar je de warmste gevoelens? Nou ja, dat zijn er op dit moment meerdere. Ik kwam bij het ESPN-gala Jeroen Veldmaten tegen, jullie wel bekend. En verdediger. Ook zijn verhaal, vader geworden van een tweeling. Dat liep allemaal niet zo lekker. En inmiddels heeft hij mede ook door die situatie besloten om te stoppen. Nou, dat was absoluut een verhaal wat indruk op mij maakte die avond daar bij dat ESPN-gala. Dus dat vind ik echt wel een verhaal. Dus als je ooit iemand zoekt met iemand met een verhaal en die ook nog iets te melden heeft, dan raad ik het zeker aan om eens een keer met hem contact op te nemen. Maar wat mij ook heel erg bij Sparta is bijgebleven. Sparta is een club met een warme achterban, maar ook warme mensen. En als ik nu nog terugkom bij Sparta op kantoor, dan zitten daar nog veelal dezelfde mensen. En je wordt daar altijd hartelijk ontvangen. En ook op het moment dat ik vader werd, kreeg ik gewoon even een kleine Sparta-piet opgestuurd met een kaart. Weet je wel. Ja, dat zijn kleine dingen. En die maken Sparta tot een geweldige club. Maar hoe verhoudt zich dat tot Den Bosch en RKC en Willem II? Want daar heb je ook gezeten. Sterker nog, je hebt bij RKC gewerkt nadat Doen die dat dan niet? Nou, RKC doet dat wel. Maar daar ben ik natuurlijk ook nog redelijk recent pas vertrokken.
Maar bij Sparta is dat net even wat meer. En dat is gewoon een gevoel. En dat hebben meerdere oud-Spartanen. Je wordt daar gewoon altijd heel correct behandeld. En nou ja, dat is eigenlijk mijn Spartaan van de week. Zijn de mensen achter de schermen. Die zorgen dat die club toch altijd doordraait. En of dat het nou commercie of horeca of events is. Of noem het allemaal maar op. Of ticketing. Die mensen staan altijd klaar voor die club. En of dat ze nou een playoff wedstrijd op donderdagavond spelen om 9 uur. Of ze moeten op zondagmiddag te zijn. Ze zijn er altijd. En dat zijn beroepen en mensen die heel vaak onderschat worden. En die eigenlijk nooit op de voorgrond staan. Maar er wel voor zorgen dat zo'n club draait. Nou, het mooie is, toen wij met de strafschoppen van Utrecht wonnen, dat was dus halffinale play-offs, dan moet je dus een paar dagen later thuis tegen Twente spelen. Ja, als je dan, ik liep toen het kantoor binnen en je was blij en wil wat high fives, weet je wel. En misschien kunnen we wel een borreltje drinken samen. Ja, de raderen draaiden daar volle toeren. En inderdaad, dan zeggen een aantal mensen wat daar zit dan. Van ja, dit wordt gewoon nachtwerk. Ja. Alle aanvragen, die kwamen toen in een scheet in de zucht, kwamen er 1000 mails binnen met aanvragen voor kaarten en zo. Ja. En dus wat jij zegt is wel herkenbaar. Ja. Hè? Het draait daar altijd en dat is mooi. Ja, zeker. We kennen allemaal dat verhaal na de degradatie. Kevin Strootman met tranen in zijn ogen daar op het kantoor binnenkwam van jongens, sorry, we hebben het we hebben er niks aan kunnen doen uiteindelijk. Jij hebt 5 keer in jouw carrière play-offs gespeeld om promotie. 2 keer met Den Bosch, 3 keer met Sparta. 5 keer niet gepromoveerd. 1 keer met RKC nog. Ook nog? 1 wedstrijd, ja. Oké. Okay. Die andere was geschorst. Toen jij het met Sparta niet haalde, heb je toen ook iets van sorry gezegd denk je daar gewoon niet aan? Denk je, joh, met name aan jezelf, wat ook logisch zou kunnen zijn. Nee, maar onze band was, tenminste mijn band was goed met de mensen op kantoor, maar dat misschien kun je nu even sorry zeggen dan. Blijf ik sorry zeggen met al die nederlagen. Nee, het is goed. Dat hebben we één keer gedaan. Nee, uiteindelijk die band met die mensen was goed. Ik studeerde toen ook nog, dus ik zat af en toe ook gewoon op kantoor. Wat deed je? Ik deed toen HBO Business Innovation online en ik heb nog een jaar master gedaan aan de Johan Cruijff in Amsterdam. Maar daardoor had ik ook wel eens vraagstukken die ik diende te behandelen bij de club. En dan zat je wel eens met Manfred of met William toen de tijd. Ja, en dat vond ik gewoon interessant. Dus die band was wel goed. En die mensen wisten ook echt wel dat wij er alles voor deden om resultaten te behalen. Maar ja, face it, we waren ook gewoon niet goed genoeg op dat moment. Nee, je noemt nou de naam van William Vloed. In die tijd had ik heel erg het idee dat op een gegeven moment de FC Brabant aan het worden was. Jij kwam erbij, Jens van Son, dat soort figuren. Had jij dat gevoel ook destijds? Of, Ja, ik snap wat je zegt. Alleen Jens van Son was toen in de eerste divisie ook gewoon een van de uitblinkers op het middenveld. Dus die transfer was op zich allemaal wel te verklaren. Alleen ja, dat was niet voor iedereen weggelegd om te aarden in Rotterdam. En je zag vaak bij mijn Brabantse collega's dat ze het vaak toch wat lastiger hadden. En zo gek eigenlijk. Speer terugreden. Het is niet naar de Noordpool waar je naartoe gaat. Nee, dat klopt. Maar uiteindelijk werd er wel van je verlangd dat je topprestaties leverde. Dus dat je in Rotterdam kwam wonen. Nou ja, als je altijd beschermend bent opgegroeid in Brabant. En je komt dan in je eentje in Rotterdam te zitten. Jij ging in Nesselanden wonen. Vanuit de club werd het mogelijk gemaakt dat we daar konden gaan wonen. Dus toen zijn we eigenlijk, mijn vrouw en ik, in Nesselanden gaan wonen. En mijn vrouw heeft een baan gezocht hier in Rotterdam en die werkt nog steeds in Rotterdam. Ja, dan hoef je ook niet altijd meer naar het zuiden. En op den duur ging ik ook niet meer naar het zuiden, want mijn leven was gewoon hier. Hoe hebben jullie dat ervaren toen destijds? Nou ja, jij zegt de FC Brabant, dat herken ik wel. Dat kwam ook, kijk, als een directeur ook technisch directeur is en uit zijn netwerk mensen naar de club haalt. En ja, als jouw netwerk in Brabant is, dan hou je dus veel Brabanders. Dus het was niet alleen spelers, het was ook achter de schermen. Nou, die periode ligt achter ons. Wat ik van jou zou willen weten. Wij verliezen dus onder Henk ten Katen bij Roda. 2 goals van Flederis. En wij met z'n allen hebben onze mond vol van wat onze keeper daar deed, Nico Pellas, dat was niet zuiver. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik denk dat, jij het goed zegt. Dat gevoel, dat heerst wel. Je kan het niet hardmaken. Maar Nico Pellas, jij kent hem ook, is natuurlijk wel een jongen die ook graag in de schijnwerpers wil staan. En op het moment dat die bal wel in die hoek gaat, dan kan die hem gewoon met een showduik eruit rammelen. En dat, ik heb een beetje de indruk dat dat meer meespeelde dan dat je zegt van nou hij is omgekocht of wat dan ook. Ik ken een Brabander die zei vermoedens van matchfixing. Nou, sterker nog, ik heb in een van mijn boekjes Henk ten Katen hierover geïnterviewd. Die was toen interim trainer. Ja. Die zegt het ook, hè? Ja, dus maar tot op het hoogste niveau wordt bij Sparta echt gedacht dat het verkeerd zit. Kijk, niks ten nadele van Henk ten Katen, maar die heeft niet aan zijn opdracht voldaan en zoekt ook schuldigen. Nou, Ruud, kijk, weet je... Ik vind als je dat zegt, moet je het wel hard kunnen maken. En als jij gewoon denkt dat het zo is, kijk... Ik ga Nico Pellas hier niet verdedigen, maar het contrast is zo groot. In die fase verloor mijn moeder haar man, mijn stiefvader. Die maakte de lunch klaar, Stine Dries, in het spelershome.
En een van de mensen die het beste omging met mijn moeder was Nico Pellats. Samen met Jeroen Veldmaten hebben zo lang nog contact gehouden en nazorg gedaan. Mm-hmm. Op visite geweest samen en zo. Dus ik had een heel goed gevoel bij Nico Pellats. En dan is dat contrast zo groot met van, joh, deze man laat de club zakken. Dus ik zeg niet dat het niet zo is, maar ik kan het niet hard maken. Dus ik kan ook niet zeggen dat het wel zo is. Dat is een beetje mijn verhaal. Ja. Maar goed, jouw eerste antwoord was toch ook een van vermoedens. Ja. Nee, maar dat is wel opvallend. Je gaat gewoon kijken van een teamgenoot hier. Nee, ja, dat klopt. Maar je gaat gewoon kijken naar kwaliteiten van spelers. En ik heb heel lang die beelden niet terug willen kijken. Ik heb daar ooit nog een interview na die wedstrijd moeten geven aan Helene Hendricks. Ik heb geen flauw idee wat ik gezegd heb. Je zit zo in zak en as. Nee. Ja, maar je hoort op de duur wel steeds meer verhalen van collega voetballers van andere clubs, met name zo die keeper van jullie lekker dan. Ja. Ja, en na een aantal jaar heb die beelden een keer teruggekeken. Ja, en dan denk je wel van ja, oké, wel raar. Maar van de andere kant, ja. Henk ten Katen, ja, jullie hebben hem gesproken, maar die ging natuurlijk al meteen uit zijn stekker. Want die zei, ja, schandalig dit. Maar zonder het woord matchfixing of wat dan ook te noemen. Ik geloof daar nog steeds niet in, want waarom wacht je dan tot de 90ste minuut? Ja. Maar ja, ik snap wel dat het ergens gebracht wordt. Want Pellats was toen gewoon een prima keeper. Maar en van het podium verdwenen, daarna nooit meer wat van vernomen. Hè? Dat was ook hij stond onder contract nog. Ja. Dus Sparta heeft toen besloten, dat weet jij denk beter, hem toch te laten gaan vanwege dit zeer, denk ik? Ja, dat weet ik niet. Dat is zo'n rare zomer was dat. En wat is de waar van de interesse van Roda dan in Pellats een paar weken voor die wedstrijd? Nee, was dat niet Henk Dijkhuizen die dat was Henk Dijkhuizen speelde die al had getekend daar? Ja. Zoiets? Ja, dat speelde van alles rond die wedstrijd. En die truc hebben wij zelf ook uitgehaald. Hè. Met Svetkov? Ja, zeker. Toen wij in 2005 promoveerden. Ja. En de dag voor de wedstrijd tegen Helmondsport waren wij ineens geïnteresseerd in Svetkov. Ja, Svetkov miste toen een kans. Oh mijn hemel. Ja, precies. En de naam van Henk ten Katen is gevallen. Je hebt nog met een aantal andere trainers gewerkt bij Sparta. Met Vonk, Bogers, Kruis, Van den Berg, even als interim en met Pastoor. Nou ja, over die laatste, daar komen we misschien zo nog lopen. Dat was denk ik de beste van het rijtje. Wie van deze trainers, om het netjes zeggen, zonder dat je mensen gelijk gaat beschadigen. Je wil natuurlijk waarschijnlijk gewoon de slechtste trainer horen. En nou ja, dat trainer is de slechtste trainer, denk ik, Gert Kruis. Degene die mij minst kon motiveren was Gert Kruis. Maar dat komt omdat ik als persoon ook uitgedaagd moet worden. En dat trucje, dat snapte Henk ten Katen en dat snapte Alex Pastoor heel goed. Ja, en daar hadden een aantal andere trainers wat meer moeite mee. Maar dan wil ik het wel even hebben over de spooktrainer van Sparta, Adrie Bogers. Want die hebben wij als hoofdtrainer gehad. Die stond gewoon tweede en moest toch verdwijnen. Wat was daar nou aan de hand? Nou ja, ik hoop dat jij mij daar meer over kan vertellen. Want ik heb Adrie Bogers altijd ervaren als gewoon een perfecte trainer. We wonnen een periodetitel. We stonden tweede in de divisie en vervolgens werd hij eruit gegooid. We eindigden 15e, 16e. Ja, en 16e, ja. En doordat we play-offs hadden, kwamen we nog in de finale. Nee, maar dat verhaal heb ik nooit echt helder gekregen. Wat deugde er nou niet aan Adrie Bogers? We stonden tweede. Nou, Adrie Bogers kreeg de achterban gewoon niet onder de duim, toch? Dat voetbal van hem werd zo bekritiseerd. Toen hij Sparta echt de oren naar het publiek laten hangen. Dat idee had ik destijds. Ja, en hij kon ongetwijfeld best wel veel dingen goed, maar één ding niet zo goed en dat is zichzelf verkopen, denk ik. Ja, staat tweede. Dat beeldvorming, Ruud. Beeldvorming, daar hebben we het met Bart Vriends over gehad in de podcast. Dat is hartstikke belangrijk tegenwoordig. Ja, namelijk Kruis staat op dat lijstje. Die heeft natuurlijk in een interview met ons ook een keer gezegd van, nou zeg het maar, wat moet ik doen? Dat is ook beeldvorming. Het is niet een hele rare uitspraak in de emotie, maar ja, dat soort dingen moet je nooit zeggen. En beeldvorming is, dat heeft hem natuurlijk genekt. Die interviews waren gewoon echt ook heel matig. Ja, en Bogers, sindsdien leeft hij in de Luwte, toch? Nee. Hij is assistent. Ja, zeker. Maar hij is nu veldtrainer bij Helmondsport. Helmondsport. Ja, maar daarvoor NEC nog even als hoofdtrainer boven hem. Ja. Oké. Ja, maar daarvoor is nog assistent bij NEC geweest en dergelijke. Ja, assistent buitenland geweest. Er zijn dus ook vragen binnengekomen maar je moet over Vonk hebben dan toch? Als het dat is goed. Als we dit lijstje bespreken, moet het over. Waarom? Nou, omdat wij toen, dat is de Dark Ages. De Dark Ages is de real life soap van Sparta, toch? Ja. Daar zit achter de poorten van het kasteel, een serie die werd uitgezonden op RTL 7. Precies, en Vonk spreekt dan de spelersgroep toe. Er komt Vloed binnen, als ik het goed herinner. En die gaat dan, die overroelt zijn eigen trainer. Nou, dat is zo raar. Nee, maar laten we dan even teruggaan naar het begin. Camera's in de kleedkamer. Precies. Kijk, wij werden als spelers op de duur in de partij in het centrum bij elkaar geroepen. En we denken, nou, filmpje kijken in plaats van trainen, dat is ook gek. En vervolgens krijgen we allemaal het boek van Moneyball in handen. En jongens, vanaf morgen gaan we met camera's in de kleedkamer werken. Okay. Ja, dat veranderde gewoon de dynamiek. In het elftal gingen in één keer jongens in de rust een shirt uittrekken, aanspannen, zodat ze maar beeld kwamen. voor de winterstop werden die camera's nog ingevoerd. In die drie wedstrijden, we stonden toen bovenaan volgens mij. Dat was onder Vonk.
We verloren, of in die drie wedstrijden voor de winterstop pakten we volgens mij nog maar 4 punten of zo. Terwijl we de rest, daarvoor hadden we eigenlijk alles gewonnen. Een goede serie weggezet. Nou, die camera's die kwamen. We hebben als spelersraad daar hebben echt staan vechten om inspraak te hebben in die beelden. Want wij wisten ook wel, ja, er gaan altijd dingen naar buiten komen. Ruzietjes of wat dan ook. Daar wordt een heel verhaal van gemaakt. Dus uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen dat wij als spelersraad iedere aflevering de final call hadden. Ja, daarin hebben we echt wel spelers, maar ook Michel Vonk een aantal keren beschermd. Want Michel werd ook gewoon door het blok gezet van, joh, luister, die documentaire komt er. En wij hebben toen als spelersraad gewoon gezegd van, dit gaat eruit. Want anders dan gaan we gewoon niet meer voetballen, klaar. En dat is best wel een heftige periode geweest. Ja. En op den duur, absoluut, dan went dat. Maar als je dit 6 weken voor de start van het seizoen doet, kan iedereen eraan wennen. Dan is iedereen er ook oké mee. Maar dit werd midden in het seizoen, tussen wedstrijden in, werd het maar even ingevoerd. Het is verjaard, maar wat moest er dan per se uit? Dat kun je niet wel zeggen. Nee, maar ja, weet ik. Er zitten scènes in. Alles werd gefilmd. Hè. Dus er hingen camera's in de kleedkamer. Dus ook als iemand een keer een tweede telefoontje had. Nou ja, je kent dat soort dingen bij voetballers ongetwijfeld wel van horen zeggen. Ja, alleen van horen zeggen hoor. Want, ik ook alleen van horen zeggen. Nee, maar je hebt wel eens wat teamgenoten. Nou ja, die vinden dat mooi. En ja, er worden wel eens wat dingen geroepen naar elkaar. Er wordt wel eens gescholden. We hebben ook wel eens gevochten in de kleedkamer. Ja, tegenwoordig word je dan ontslagen. Kijk naar Henk Vrezer. Ja, in onze tijd, niks aan de hand en weer door. We geven een hand en je maakt de winnende en het is feest. Ja, de kleedkamer is een veilige haven. Er wordt alles besproken tussen jongens onderling. Ja, op het moment dat je daar een camera neer gaat hangen, ja, het gaat jou niks aan hoe mijn privéleven gaat. En dat merkte je gewoon heel erg bij spelers. Dus eigenlijk, want dat seizoen eindigden we als derde, als ik het goed heb. Durf jij te zeggen, zonder die camera's was het wel gelukt? Dat is heel zwart-wit, maar dat is zeker van grote invloed geweest. Ja. Bizar, toch? Ja, bizar. Maar toen was Manfred ook directeur? Nee, de William. Toen was William, precies. Nee, het mooie is dat dus we op onze verjaardag, jij refereerde eraan, verloren we. Daardoor ging de dag erna, op 2 april 2013, ging Vonk eruit en kwam Ten Kate. Die kenden wij van vroeger. Ja. En die nam mij even apart voor de persconferentie. En die zei, als jij mij straks interviewt, wil je dan als laatste vragen wat ik met die camera's ga doen? Dus, interview, voetbal. En oh ja, die camera's. En zei hij, dat is het eerste wat ik eruit haal. Ja. Die sloop ik er gelijk uit. Dit moet weg. En toen kwam hij met dit verhaal, veilige haven, bla bla bla. En maar het is ook echt zo, want Henk Ten Kate kon ook mensen een oplawaai geven. Alleen dat hoefde niet altijd naar buiten te komen. Ja, ik denk dat zijn manier is juist om heel direct te zijn. En als dat absoluut naar buiten komt, dan denken ze dat is een idioot, joh. Maar het is wel zo dat er nu heel veel van die soaps zijn. Hè? Nee, dat klopt. Maar nu is iedereen opgegroeid met een telefoontje met een camera erop. Mm. Maar wij zaten ook nog met jongens als Luiering van Boksel. Pellats noemde je net al. Ja, je weet niet hoe mensen gaan reageren. En nogmaals, als je dat 6 weken aan de start van het seizoen doet, dan heb je tijd om daaraan te wennen. Dan kan je ook de eerste aflevering zien van, oké, zie je, dit doen we ermee. Nu is het helemaal van niks. Maar jij zegt dat het nu dus wel zou kunnen. Ik denk dat de tijd daar tegenwoordig wel rijp voor is. Ja, want iedereen loopt toch met zijn camera. Maar toch, als ik naar Sunderland Til Hard Die kijk bijvoorbeeld, dan lach ik ze wel uit. Ja. Ik vind het slapstick. Ja. Dus de vraag is, hoe zet je jezelf neer? Tuurlijk, Tottenham heeft het ook gedaan, Manchester City heeft het ook gedaan. Madrid, maar wel op een andere manier. En dat zijn succesvolle teams, die winnen heel vaak. Ja. Maar als je een losing team gaat filmen, dan wordt slapstick. Ja, dat is waar. Er zijn wat vragen binnengekomen. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Wel het meeste over het tijdperk Gert Kruijs. Kasper die wil weten, was de sfeer echt zo slecht onder Gert Kruijs als supporters dachten? Of viel het intern eigenlijk wel mee? Nou, dat viel intern wel mee. Tuurlijk was het aanvoerder maken van Paul Gladon, die ons in het jaar daarvoor uit de playoff finale, dus uit de Eredivisie had gehouden, was wel een aparte situatie. Daardoor had je wel in de kleedkamer dat jongens dachten van wat is dit nou weer? Maar goed, als je de boel wil opschudden, dan snap ik dat nog wel enigszins. Alleen je moet je voorstellen dat op den duur, als je eenmaal in die negatieve spiraal zit van het verliezen, dan gaat ook alles fout. Michel Breuer is altijd gewoon een degelijke verdediger geweest. Nou, ik kan me nog een wedstrijd thuis ook weer tegen Telstra herinneren dat hij een balletje achter zijn stambeen wil doen. Bal wordt afgepakt en je verliest. Als je eenmaal in die situatie zit, dan is dat gewoon mega moeilijk om te We verloren elke thuiswedstrijd. We verloren iedere thuiswedstrijd. In die tweede seizoen geloof ik 9 thuiswedstrijden. Zo verloren we gewoon in de eerste divisie. Maar dat kwam dus ook omdat die structuur waarmee je dus voor de winterstop als tweede de winterstop ging. Die structuur viel helemaal weg omdat die groep opnieuw werd opgeschud. Ja. En ja, dat... Ja, dat kan goed uitpakken, maar je hebt gezien hoe het dus ook uit kan pakken. Ja. Toen heb je nog de Gazzetta dello Sport gehaald, weet je dat? Ik heb dat nog thuis liggen, ik heb dat uitgeknipt. We waren de slechtst presterende ploeg van heel Europa. Ik heb die selectie nog eens van dat seizoen uitgeprint. 3 keepers, best wel aardig keepers hoor. Met Kortsmit, Sinou en Kieboom erbij. En verdedigers, Nijs, Slijngaard, Missijan van Boksel, Gielissen, Luierink van Berkel en Ramstein zaten erbij.
Ik moet bij Gielis altijd denken aan, volgens mij was het Sinclair die het verslag deed. En Gielis helemaal afmaakte. En toen de vader zich omdraaide en zei van, hey, je hebt het over mijn zoon, hè? Goed zo, mooi. Op het middenveld El Hasnaoui, Jamie Brunier. Die mooi boy was dat? Ja, fotomodel, hè? Ja, jij, Belhassani, Mahi, Stef Peters en Jeremy de Nooyer. En voorin Mario Bilate, Donovan Deekman, Gladon, Voskamp en Van Hout. Ja. Dat is toch niet, helemaal niet zo heel erg slecht? Is het ook niet. Maar op het moment dat dus alles slecht valt, dan zit je al in die spiraal. Nou, vervolgens werden er in het tweede seizoen zelf een stuk of 4, 5 spelers werden naar het tweede gebonjourd. Eigenlijk zonder geldige reden, als je het mij vraagt. En toen hebben wij voor die play-offs, hebben wij als selectie, als spelersraad, hebben wij gewoon alle spelers bij elkaar gehaald en ook trainer erbij. En hebben gewoon gezegd, jongens, even één ding, trainer geldt ook voor jou. Je gaat die spelers ga je terughalen. We gaan met de sterkst mogelijke selectie die play-offs in. En we gaan ons allemaal nog één keer gewoon echt boos maken. En we kijken hoe ver we gaan komen. Maar we gaan niet lopen klootviolen met spelers naar tweede. En die al op vakantie sturen en dit en dat. Dat is onze eer te na. Dat en zei de spelersraad tegen de trainer. Spelersraad, jazeker. Dan, dat is ook wilde westen. Nee, ja, maar ja, goed, als je al 16 keer verloren hebt, 15 keer. En tegen wie speelden we toen in de play-offs? Waar struikelden we toen? Wij struikelden toen in de finale tegen Dordrecht. Toen Sinou geblesseerd niet kon spelen in de finale. En dat was de wedstrijd van Kibo. Ja. Dat is met die terugspeelbal? Of, nee, dat was later. Was weer een andere tegen Dordrecht? Ja, dat was een andere. Dat was een andere. Was volgens mij een corner van de zijkant. Die liet Kieboom toen los. Toen een botsing en werd een doelpunt. Maar ja, toen schakelden we gewoon NEC uit. Hè. Toen wonnen we daar gewoon, wat was het, 1-3 of zo. Of iets in die richting. Ja, toen konden we het in één keer wel. Maar dat kwam echt, en dat moet ik die jongens, dat geef ik ze nog steeds een compliment voor als ze zien. Dat kwam echt uit de jongens zelf. En die sfeer was die tweede helft van het seizoen. Ja, als je 15 keer verliest, die was wel zeg maar naar het nulpunt gedaald. En ja, een aantal jongens waren dus teriggezet naar het tweede. Sterker nog, die hoefden wie waren dat? Volgens mij heb je het dan over onder andere Roald van Hout, Stef Peters. Ik weet niet zeker, Jeremy Nooy denk ik niet. Maar nog één of twee jongens. Okay. En er was ook gewoon tegen gezegd, jullie hoeven niet meer te komen. Dus die play-offs, allemaal leuk en aardig. Maar jullie zitten nu in tweede. Dus Roald van Hout was toen een maatje van me. Die nam ik af en toe nog wel eens op sleeptouw als Brabander. Ja, die had zijn vakantie al geboekt. Die zeggen, ja, ik hoef niet meer te komen. Nou ja, de groeten ermee. Ik wil ook niet meer. Zoek het maar uit. Ja, en die hebben we toen met spelersraad. En daar heeft Sinou ook echt een belangrijke rol in gespeeld. En we moeten overtuigen om in ieder geval voor die play-offs nog aan te sluiten. Maar snap je nou dat we de Dark Ages noemen? Ja, maar als je dit hoort. Ja, ja. Het heeft toch niks meer met betaald voetbal maar te snap maken. Je nou waarom ik zeg, niet nou ook gewoon nou ja, goed ja, gaat? Absoluut. Ja, als je deze kant dit is wel een soort van wake-up call inderdaad. Van laten we voor dit seizoen lekker stoppen met zeuren als we een keer verliezen. Als je dit nog hoort, hier wil je toch nooit meer naar terug? Nee, daar komen we dus vandaan. En dat, uit die chaos. En dat is dus ook wel, achteraf is het natuurlijk heel mooi dat ik dit heb mogen meemaken. Want dit ga je ook gewoon nooit meer meemaken. Maar ja, het is wel uniek. Ja, je hebt een mooie grote fotocollage gekregen. Peter van der Zwan die vraagt, heb je die nog steeds? Ja, zeker. Ja? Waar hangt die? Eerlijk zeggen. Ik heb in mijn huis eigenlijk niks van voetbal hangen. Dus ik heb de shirtje die ik heb meegenomen, heb ik ook netjes op zolder staan. Daar staat de fotocollage ook. Nog wat andere memorabilia. Hij staat dus op zolder eigenlijk. En ik heb hem wel bewaard, want ik vind het wel echt gewoon een mooi aandenken. Natuurlijk. En dat was ook de eerste keer volgens mij dat ze weer begonnen met afscheid nemen van spelers. Dat kan ook niet anders, want de jaren daarvoor had je 20, 25 spelers. We hadden er zat. Ja, dan kon je iedere week weer een nieuwe fotocollage maken natuurlijk. Ja, nee, maar dat werd absoluut en dat wordt ook absoluut gewaardeerd dat gewoon spelers door de voordeur naar buiten kunnen. Ja, en je kreeg een gebakje altijd bij de eerste training en dat was het nieuwe dalen. De nieuwe dalen. Ja, van Louis de Sparta bakken. Ja. Ja, dat was een mooi kaal poppetje met een dikke buik en een rood-wit marsepeinen shirt aan. Dus. Nee, die werd verkocht op de open dag, hè. Dat is het. De familiedag. Maar dat geeft wel aan dat je wel populair was. Ja. En dat jij je waarschijnlijk op je gemak voelde. Nee, maar dat was het. Ik voelde me gewaardeerd omdat ik deed waar ik goed in was. Nou, dat was gewoon ballen afpakken, hard werken en de bal inleveren bij spelers die het verschil konden maken. Ja, en die mentaliteit werd gewoon gewaardeerd door de supporters, maar in Rotterdam in het algemeen. Ja, en dat heeft voor mij echt wel, ondanks dat het de Dark Ages waren, een positieve, mooie herinnering opgeleverd. Absoluut. Het is toch gek dat de een heel slecht huwelijk heeft met zo'n nieuwe club. En jouw huwelijk met Sparta was gewoon echt goed. Ja. Want ik zag jou het afgelopen seizoen na een van die geweldige zaterdagavondwedstrijden opeens in het supportershome. Ja, met zo'n grijns, weet je wel. Ja. Mensen die op je schouder stonden te slaan. Nou, er zijn ook spelers uit die periode, als ze nu binnenlopen, ja, dan kijkt er niemand op of om. Nee, dat klopt. Mooi. Maar dat is misschien ook wel waarom ik het ook nog wel zo goed volg. En ik het ook fijn vind om bij die club terug te komen. En dan kom ik toch weer terug op die mensen die daar nog steeds rondlopen. Ja, dat maakt voor mij de club. Dat je daar gewoon met een veilig gevoel op je gemak een wedstrijd kan gaan kijken en kan genieten. En op het moment dat ik ergens niet welkom ben of ik merk dat ik met de nek word aangekeken, ja, dan ga ik daar ook echt niet naar terug. En volgens mij hebben we het geheim net gezien bij de koffieautomaat.
He, want een van onze technici vroeg aan jou van wat wil je drinken? Toen zei je thee en toen zei de technici, ja verdomme, moet ik thee gaan zetten? En daar ja, dat was grappig dat je dat kan hebben, snap je? Want jij kreeg een heel Rotterdams antwoord, ja. Maar je verblikte of verbloosde niet. Nee, maar terwijl een ander zou denken van, mijn hemel, waar ben ik nou beland? Maar ik vind die Rotterdamse mentaliteit vind ik ook gewoon geweldig. Gewoon niet eromheen draaien, gewoon zeggen wat het is. En dan in het geval van Sparta gewoon aan de slag. Is het bij Sparta echt anders dan bij Den Bosch? Ja. Je bent een nieuwe speler, je eerste RKC. Dag is echt anders. Ja, we zitten hier toch om verhalen te delen. Ik kwam bij Sparta aan en ik moest heel erg wennen aan de dynamiek. We hadden Mario Bilaat, Ilias Bellassani, zijn toch jongens van de straat. En ik was gewend als jij een foutje maakt bij een rondo, dan ga je in het midden en dan ga je die bal afpakken en ga je er weer uit. Ja, bij die gasten was het constant discussiëren, dus ik werd helemaal gek. Dus ik had na 2-3 weken had ik al 5-6 aanvragen gehad. Ja, en op den duur heb ik gewoon Fons Groenendijk gebeld, toen trainer bij Den Bosch. Ik zeg, Fons, ik weet dat jij altijd positief bent over Sparta, maar wat ik hier meemaak, ja, ik ga er gewoon niet volhouden. Haal me alsjeblieft terug. Hij zei, nou, wacht nou even, komt goed. Ja, en uiteindelijk ben ik natuurlijk gaan spelen en met Mario en Ilias een geweldige relatie opgebouwd. Omdat zij kwamen ook net kijken, zij moesten het vak van profvoetballer ook leren. Ja, dat die dynamiek om uiteindelijk die jongens weer over te halen, te leren van, oké, wat is het om prof te zijn, verantwoordelijkheid te nemen. Ja, dat vond ik wel geweldig. En Mario heeft mij misschien nog wel ooit het mooiste compliment gegeven bij RKC. Hij zegt, Steve, je hebt me toch een partij verrot gescholden in die wedstrijden. Maar ik snap nu dat het niet Mario tegen Steve was, maar dat het positie nummer 6 tegen positie nummer 9 was. En als ik die goed afjoeg, dat jij zeg maar daar de problemen van ondervond. En dat vond ik wel mooi om te horen. Ja, maar je hebt wel gebeld van mag ik weer naar huis? Daar komt het toch op neer. Ja, maar dan even stoom afblazen of echt gaan ze verschillen. Ja, als ik kan... Als ik net de intro had gehoord, was ik ook naar huis gegaan. Ja, precies. Als ik dan jou aan het googlen ben, dan staat er altijd... Steven Nieuwendaal stopte in 2017 met spelen omdat hij niet meer op kunstgras wilde voetballen. Of niet meer kon voetballen. Was het gewoon je knieën kon het niet aan? Wat? Nee, onder andere mijn onderrug. Ik heb wel slijtage in mijn onderrug en mijn grote tenen. En dat kwam echt puur door kunstgras? Of dat versterkt net waarschijnlijk? Kunstgras een belangrijk onderdeel van. Plus daar kwam bij, ik was een balafpakker. En op een gewoon veld gaat het spel gewoon langzamer. Dus waar ik in een gewone wedstrijd op een gewoon veld 10 tot 15 balonderschepping had, had ik dat op kunstgras nog maar 2 of 3. Omdat het spel ging veel te snel. Die technische straatvoetballers, ja, die verliezen de bal niet op een vierkante meter. Dus ja, er werd een ander spelsysteem gevraagd. En daar was ik ook steeds minder voor geschikt. Dus ik merkte ook wel toen Pastoor kwam, ja, een slimme trainer, goede trainer. Ja, die maakte gewoon voor mij een paar doelstellingen van oké, dit is het aantal balveroveringen dat jij moet hebben per wedstrijd. Nou ja, en ik merkte gewoon dat ik daar niet altijd aankwam en dat ging mijzelf in de weg zitten. Ja, en dan ga ik ook nadenken en ik ben wel een denker. En toen wist ik ook gewoon op het moment dat kunstgras de intrede zou doen, ja, was de top van mijn carrière voorbij. Goed verhaal dit. Ja. Had je dan ook heel veel brandwonden, want dan ga je corrigeren, ben je net te laat, zet je een slijding in en dan kan je gelijk door naar Beverwijk volgens mij. Ja, respect voor mijn vrouw hoor, maar die heeft een aantal laaks moeten verschonen, daar krijgt de paard de hik van. Nee, ja, precies wat jij zegt. Ik vond het verschrikkelijk, echt waar. En ik had gehoopt dat Sparta als traditieclub dat zo lang mogelijk kon uitstellen. Nou, het is redelijk lang uitgesteld, maar ja, op den duur lag het bij 16 van de 20 clubs in de eerste divisie. Ja, dan is daar voor mij geen eer meer te behalen. En nu hebben we een van de mooiste matten van Nederland, echt gras. Ja, en dan heb je nog wat geld in het putje gegooid door met dat EK voor dames dat veld erin te leggen en weer te vervangen. Ja, ja, ja. Maar dat was wel zeg maar een wake-up call om te laten zien van hey, als je daar gewoon een goed grasveld in legt. Ja, en nu zie je dus ook als de middelen er zijn om ook nog een goed trainingscomplex neer te leggen. Ja, dan heb je toch een perfecte situatie. Ja, ik ben wel een beetje een kniezoor, Anton. Als ik dan kijk naast het echte gras. Licht kunstgras daar buiten. Ja. Nou, dat vind ik prima. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar daar komt nu echt gras doorheen. En dat vind ik er niet zo mooi uitzien. Dan denk je, haal die pollen er even tussenuit. Ja. Dan ziet het er wat strakker uit. Want die mat is strak. Nou, die rand eromheen met kunstgras, die kan ook strak zijn. Maar al die pollen doorheen vind ik dan niet zo mooi. Maar dat is een detail. Ja, hoor, dit. Nee, veldonderhoud is een vak. Hè? Die mannen en vrouwen die dat veld onderhouden bij Sparta, maar ook bij RKC of bij Feyenoord of noem ze maar op. Dat zijn gewoon echt liefhebbers en dat zijn mensen die verstand hebben van hun vak. En ja, die zijn als eerste wegbezuinigd op het moment dat de kunstgras komt. Want dat kan een wildvreemde ook wel met een tractor eroverheen rijden en even een keer sproeien. Maar geloof me, het is echt een vak om een goede mat neer te leggen. En ja, op het moment dat er een goede mat in zo'n stadion ligt, ja, dat is toch genieten. Ja. Tenminste, als voetballer, ik vond het geweldig. Kort gemaaid gras, beetje regen, heerlijk. Maar de VVCS houdt toch altijd de competitie. En Sparta is derde geworden achter Ajax en Feyenoord, die gezamenlijk eerste zijn geworden. Sparta derde. Ja, dat hadden we 4 jaar geleden ook niet gedacht, dat we ooit nog eens zo hoog in dat klassement zouden staan qua veld. Ja, dan ga je gewoon Europa in. Ja. Wat doe je precies bij de VVCS?
Ik ben nu verbonden als secretaris penningmeester in het bestuur van de VVCS. Dus de dagelijkse leiding is in handen van voorzitter Levchenko en directeur Louis Everaar. En eigenlijk alle financiële perikelen die daaromheen draaien, daar moet ik mijn toestemming voor geven. Het is geen fulltime baan, doe ik naast het ondernemen. Is het betaald of is het onbezoldigd? Het is betaald, maar je moet niet denken aan grote bedragen. Dat is onkostenvergoeding. Gewoon, iets meer dan onkostenvergoeding. Okay. Inderdaad, voor de uren die ik erin stop. Dus je doet het voor een hoger doel? Ja, en ik vind het ook gewoon daadwerkelijk leuk om me nog te bemoeien met de ontwikkelingen in de voetballerij. Of dat het nu gaat om studie, of dat het nu gaat om de CAO voor de vrouwen. Of dat het nu gaat om poolreglementen voor de talenten van Sparta, die worden weggeplukt. Ja. Weet je, dat soort onderwerpen, ja, dat gaat mij aan het hart. Ja. En dat is tijdens mijn carrière altijd al wel geweest. Ja, en nu heb ik ook daadwerkelijk de kans om daar een verschil in te maken. Denk je dat vrouwen evenveel moeten gaan verdienen als mannen dan? Is dat jullie standpunt? Ik denk dat op termijn het mogelijk moet gaan worden dat vrouwen inderdaad evenveel moeten gaan verdienen als mannen. Alleen op dit moment werk je in een commerciële wereld. En op het moment dat jij een miljoen erin stopt als bedrijf, wil je er ook meer, of in ieder geval het minimaal het gelijkwaardige uithalen. Ja, en dat is nu niet. Maar laten we eerst eens beginnen om een volwaardige CAO voor de vrouwen af te sluiten, die collectief is. Vervolgens naar 14, 15 contractspelers, want nu is het per club nog maar 4, geloof ik uit mijn hoofd, voor minimumloon. Ja, dan kan je niet spreken over profvoetbal. En daar moeten we echt wel stappen in maken. Zeker in het vrouwenvoetbal. Hoe krachtig is de VVCS als je weet dat er een eredivisie CV is? Als je weet dat als Ajax, PSV of Feyenoord een boer laten iedereen in paniek raakt? Hebben jullie wel power? Ik snap je punt. Maar ja, we hebben zeker ook met de CSR, de Centrale Spelersraad vanuit de VVCS, heb je gewoon inspraak en ook daadwerkelijk stemrecht in de belangrijkste beslissingen. Dus je hebt power. Alleen ja, het is wel gewoon een gegeven dat Ajax, PSV en Feyenoord, gezien de grootte, altijd het voortouw zullen nemen en proberen hun wil door te drukken. De dienst uitmaken. Ja, ja, alleen frustratie van Robert Enoorn bij AZ. Nee, ja, precies. Ja, maar daar ligt dus ook een uitdaging voor de andere clubs. Van, ja, ga je nog accepteren in de toekomst dat 3 clubs voor jou bepalen wat je wel of wat je niet mag? En is de huidige profvoetballer, is die anders dan in de tijd dat jij nog op het hoogste niveau speelde? Merk je dat bij de VVCS? Ja, anders. Niet per se minder slecht of wat dan ook. Nee, anders. Ik merk nu, en volgens mij heeft Bart Vriends dat in de vorige podcast ook aangegeven, spelers zijn veel meer individueel bezig om zichzelf te verbeteren. Of dat nu gaat om krachttraining, mentale training, noem het maar op. Buiten het voetbal om wordt er veel meer gedaan. Toen ik begon als profvoetballer bij Willem II, zaten we om 1 uur met z'n allen te kaarten op het terras. En namen een uitsmijtertje. En dat was de werkdag. Ja, dat is nu niet meer, gelukkig. Het is nu veel meer een vak geworden. En dat is, ja, ik denk, een goede ontwikkeling. Dus jij was wel team Bart hier in de podcast. Ik heb wel genoten van team Bart. En ik heb het net al heel Bart kort is wel even groot. Maar ik heb het al kort met Ruud erover gehad. Maar ik denk dat wij op dit moment in een tijdperk zijn dat wij geen voetballers meer opleiden, maar mensen opleiden. En de beste sporters hebben vaak ook op mentaal vlak, worden vaak ook op mentaal vlak uitgedaagd. Dus ik snap Bart helemaal dat er meer is in het leven dan alleen voetbal. Want dan kijken we even terug naar mijn tijd. Als je 15 keer verliest en je hebt totaal geen afleiding en voetbal is alles waar je voor leeft, nou, dan heb je een heel zwaar leven. En ik kan dus ook echt waarderen dat spelers in dit geval ook bezig zijn met hun carrière na het voetbal, of misschien al wel tijdens het voetbal. Want ja, ik krijg nog steeds, ook in mijn rol als VVCS, spelers aan de lijn die in de 30 zijn gaan stoppen, maar nog nooit iets anders hebben gedaan dan voetbal. Maar de discussie ging natuurlijk ook niet of dat... Nee, het ging over Lowlands inderdaad. Het ging over Lowlands 2 dagen voor een wedstrijd. Daar ging het over. Klopt, maar dan zal ik jou vertellen, ik ging... Jij was er ook. Nee, gelukkig niet. Nee, maar het onderwerp dat bij Lowlands besproken werd, ging natuurlijk over mentaal... Ja, ook. En ook over mentale gesteldheid ook voor voetballers. Kwam natuurlijk ook voorbij. Maar ik ging in mijn tijd bij Sparta op maandagavond en op woensdagavond reed ik van Rotterdam naar Amsterdam om daar college te volgen. En die wedstrijd was ook altijd op vrijdagavond. Ja, ik kan je eerlijk vertellen dat ik mijn beste wedstrijd heb gespeeld op het moment dat ik rond de tentamenperiode zat, want dan had ik lekker veel aan mijn hoofd. Dus ik denk ook dat dat voor iedere voetballer en voor iedere persoon anders is. Hey, je hebt nu 2 bedrijven, hè? Yes Consultancy. Ja. En Sparenti voetbalreizen. We zitten de hele tijd met die balletjes in onze hand. Ja, stressballetjes. Stressballetjes. Sparenti staat voor sportarrangementen en tickets. Ben je daar meer mee bezig dan met Yes Consultancy? Ja, Yes Consultancy is eigenlijk meer de holding die ik heb gebruikt om te kunnen gaan opstarten. Met Sparenti hebben we ons gericht op sportreizen, met name voetbalreizen. Waarheen? Eigenlijk heel Europa. Dus dat kan, om een voorbeeldje te geven. We zijn met de businessclub van Excelsior bijvoorbeeld naar Spanje en Schotland geweest vorig jaar. 80 man. Dan hebben we gewoon een heel programma aangekleed. En met de 80 man? 80 businessclubleden. Zo? Maar ook met Sparta. En daarom vind ik die link met Sparta ook nog steeds geweldig. De businessclub van Sparta. Zijn we afgelopen jaar naar Bayern München, Paris Saint-Germain geweest. Nou,
En zodoende ken ik dus inderdaad ook die sponsoren van Sparta. En weet ik hoe betrokken ze zijn bij de club. En ook die mensen daaromheen. Ja, dat was gewoon geweldig. En dan hebben we gewoon een programma georganiseerd. Opgehaald met de Bayernbus. Hotel, eten, drinken. Ouderwetse bierkelder erbij met halve liters en een paar braadworsten. Wat mij dan, zo'n wedstrijd als Bayern München, Paris Saint-Germain, daar wil heel de wereld naartoe. Met hoeveel mensen ging je? We gingen met uiteindelijk 47 man. Ja. Hoe kom jij aan 47 kaarten? Ja, en dat is een beetje het geheim van de Smit. En mijn compagnon, die is 10 jaar geleden begonnen als één pittertje. In mijn tijd bij RKC mee in contact gekomen omdat we iets moesten wegzetten voor 0 euro. En zo zijn we het eigenlijk verder gaan opbouwen. En 1,5 jaar geleden hebben we samen gezegd, we gaan wat meer richting de groepen toe. Ja, en hij heeft aan de achterkant veel netwerk zitten met tickets. Ik inmiddels ook, omdat je toch vaak met mensen schakelt. Of bij clubs of officiële resellers. Ja, en soms moet je ook wel eens een ondernemersrisicootje nemen. En dat kan goed gaan, dat kan ook wel eens slecht uitpakken. Maar ja, dat is ook de kunst. Want als iedereen het kon, dan was het ook niet meer... En als je het nou omdraait, gaan er nu al reizen naar Sparta toe? Zit je altijd nee, want bus uit België? Nee, want de seizoenkaarten bij Sparta zijn uitverkocht, heb ik gehoord. Ja, maar er zijn altijd businesskaarten over bij Sparta, klopt. Toch? Nee, dat is plek. Nou, volgens mij niet. Nee, hoor. Sparta heeft een internationale site, die is een beetje verstopt. Maar als jij toerist bent, kun je echt nog kaarten kopen. Die zijn er echt nog. Je betaalt de hoofdprijs, maar je kunt volgens mij gewoon nog het kasteel in. Ja, dat klopt. Nou ja, uiteindelijk is het gewoon heel simpel. Je kan altijd, als je maar heel veel geld biedt, een wedstrijd bezoeken. Alleen wij hebben wel, met Sparenti doen we wel echt gewoon de officiële ticketing. Dus dat houdt in dat wij rechtstreeks schakelen, kaarten het liefst gewoon op naam hebben staan. Zodat je daar nooit gezeur mee hebt. Want wij komen toch vaak, als je met zo'n groep komt met een businessclub. Ja, als er eentje geweigerd wordt, sta je wel verschut. Dan gaat je reputatie eraan. Ja, ja, ja. Dus dat doen we. En daarnaast hebben we ook gewoon de vader, zoon, vader, dochter die de losse tripjes willen maken. Ja, dat doen we ook. Dat dus dat, en wat is nou eventjes voor ons... Even een adviesje. Wij gaan met z'n drieën een tripje maken. Ja, nou, wij zijn andere personen. Wij zijn andere personen. Waarom? Nou, ik ga ook met mijn zoon ben ik ook naar Manchester United. Jij wilt niet met z'n drieën dus? Nee, oh, heel graag. Maar als het maar geen Feyenoord is, vind ik het goed. Ik hou heel erg van Oostblok bijvoorbeeld. Vind ik geweldig. Lekker goedkoop bier drinken. Jij houdt van de zon. En Ruud houdt zo te zien ook van de zon. Ik hoor in ieder geval wel, je moet wel 3 eenpersoonskamers hebben, anders gaat het mis. Maar ik kan Celtic Rangers iedereen wel aanbevelen. Ja, maar dat weet iedereen. Oké, maar als je echt de mooiste wedstrijd die ik heb meegemaakt, Celtic Rangers. En op tweede plaats Betis tegen Sevilla. Yes, de sports van Betis, die staan bekend als de bekendste, of als de beruchtste in Spanje, in positieve zin. Ja, als je naar Betis Sevilla kan, dan zou ik dat zeker aanraden. Ja, dat is wel goed. S'avonds om 10 uur vaak, weet je wel, is nog bloedheet. Ja, ben je al lam? Ja. Ja, top. En je hebt daar ook de Sevillaanse feestenweek heb je daar. Nou ja, dan kan ik wel aanraden om daar een keer naartoe te gaan, hoor. Ja. Ben je iets aan het boeken nu voor de businessclub van Sparta? We zijn nu met Sparta hebben een hele mooie trip die we gaan wegzetten. Alleen dan moet Sparta eerst nog even zelf gaan communiceren. Dus, ja. Is dat die trip waar we een live podcast gaan maken, toch? Dat zou wel goed zijn. Dat zou wel. Nou, als jullie de trip nou gewoon sponsoren, dat is een keer omdraaien. Gaan wij sponsoren? Ja. Ja. Wij hebben zelf nog niet eens... We hebben nu een reisbureau als sponsor. Dus als je nu luistert, dan hoor je aan de voorkant. Ja, ik heb het gehoord, inderdaad. Nou ja, maar daarom. Dus het geld klotst je tegen de plinten. Dus misschien kunnen we een keer omdraaien. Ja. Nou, kan je rekenen maar niet op. De businessclub van Sparta, Lazio Feyenoord in de Champions League. Ja, precies. Moet er gewoon veilig zijn. We gaan er twee mee. Hey, we gaan even voorspellen. De glazen bol. Want het is zondag gewoon AZ Sparta. Jij gaat niet mee, Anton, zei je net al. Nee, ik ga naar het honkballen kijken. Rotterdam staat totaal in het teken van het honkballen. Ja, het leeft echt enorm. Laten we niet overdrijven. Er worden 3 interlands gespeeld. Vrijdag, zaterdag, zondag, Nederland, Tsjechië. Ter voorbereiding op het EK. Didi Gregorius van de Yankees. Hij doet mee. Voormalig Yankees. Voormalig Yankee. 999 hits heeft hij in de MLB. Dat is niet niks. Er is echt wel wat te zien. Er is een home run derby. Nou, en je hebt het zondag, is de vervanger van World Tour Tournament. Nu we toch bezig zijn. We hebben zondag ook gewoon top padel in de stad. Henegouwerplein. Speel jij? Ik speel niet, maar ik ga wel kijken. Is dat stadion met al die... Hallo heren. Het gesloten. Heren. Ja. Het is gewoon AZ Sparta toch? Maar daar wil ik naartoe. Ja. Het is, podcast wijkt af in één keer. Ja, nee, je begint ineens over honkbal. Padel en honkbal. Een honkbal, nee. Een geweldige wedstrijd. Wat gaat het worden? Een geweldige wedstrijd. Mogen jullie eerst zeggen? Nee, ik sta onderaan. Ik ga als laatst. Ik leid ook de podcast. Ik denk dat we winnen. Zo. Ik denk dat we swingend winnen met 0-2. Eerste doelpunt Saito, van? Saito. Eerste. Ruud. Lastig. Ja. Moeilijk. 1-0 verliezen, helaas. Pavlidis. Ik denk ook geen Meijlands, dat scheelt.
Ik denk ook dat Sparta daar gaat verliezen. 2-0. En dan zeg ik wel Mijnlands. Speciaal voor jou. Ja. Wil je meedoen, Steven? Nou, mag je dan juichen of niet? Dat is de vraag. Tuurlijk mag hij juichen. I don't give a shit. Nee, toch? Bescheiden juichen dan. Nee, Steve, mag zo'n jongen juichen? Tuurlijk. Als het puur is, mag het, toch? Ja, toch. Nee, ik denk dat het 1-1 gaat worden. Oud-trainer Pascal Jansen natuurlijk daar aan het hoofd. Ja, jullie waren hem alweer bijna vergeten. Maar dat, zeker niet. Nee, goeie dat is wel een goede trainer, hè? Die heeft zeker indruk gemaakt in de tijd bij Sparta. Ja, absoluut. Maar, en wie scoort de eerste? Gaan we dan toch voor Lauwers of zullen we vriends zeggen? We zeggen vriends. Kopballetje. Ja, heel goed. Kopballetje. Corner. Dat lijkt me goed. Ik hoop dat je gelijk hebt. Ja, hoop ik ook. Ik vond het hartstikke leuk, Steve. En ik heb het idee dat we nog niet zijn uitgepraat eigenlijk. Nee. Maar dit gaan we gewoon lekker bewaren voor het tweede seizoen zelf. Dit is Steve niet meer dan part one was dit. Ja. Ja, er zijn een aantal mensen aan tafel die moeten weg. Dus ja, precies. Dat heet hete kolen, heet dat. Ja, jij niet? Ik ben ondernemer, ik kan mijn eigen tijd indelen. Ja. Kan je dan ook indelen dat je in het tweede seizoen zelf nog een keer terugkomt? Ja hoor, prima. Gaan we weer om 9 uur doen of rijden we buiten de spits? Oh ja, dat was het. Nou, zullen we die Dark Ages er niet meer zo in wrijven bij je? Dat is wel... Hij heeft het eerlijke verhaal verteld en dat waardeer ik zeer. Ik kan nog uren verhalen vertellen over die tijd, maar ik denk dat de tijd is voor succes. Het gekke is, je kan best mooie herinneringen hebben aan Dark Ages. Dat is het gekke. Hey, maar dat is het ook. Het is mijn carrière. Ja. En voor mijn carrière was het eigenlijk best wel mooi om mee te maken. Zo is het. Ondanks dat het, als je er eenmaal in zit, dan word je er niet vrolijk. Vrijdag is er weer FC Rijnmond op tv. Ik zit nu heel hard na te denken wie de gast is. Oh ja, Vincent Schildkamp. Ga gewoon lekker kijken. En zondag natuurlijk Sparta AZ of AZ Sparta op de radio. Dag. Als Spartanen sterven mee in de geest van Bok de Korver. Sparta naar voren!